van Hees, u bent pastoor. Pasen komt eraan. Hoe vieren jullie Pasen in de kerk? Nou, we vieren Pasen in de kerk in de Goede Week. Te beginnen met Witte Donderdag tot en met Paaszaterdag. Althans, zo wordt het Paastriduum gevierd. Want de viering van Witte Donderdag, van Goede Vrijdag en de Paaswaken op Paaszaterdagavond, dat is als het ware één viering. Wat is Witte Donderdag? Want niet iedereen weet het. Witte Donderdag, dan vieren we de instelling van de Heilige Eucharistie. Dat is de gedachtenis aan het laatste avondmaal dat Christus met zijn apostelen vierde, voordat hij naar de Hof van Olijven ging om daar zijn doodstrijd te ondergaan. En op Witte Donderdag vieren we dan dat laatste avondmaal. En met name ook de instelling van de Eucharistie. Dus het laatste avondmaal beschouwen we als de eerste Eucharistieviering die gevierd is rond Christus. En vanaf dat moment viert de christenheid het avondmaal, de Eucharistie, tot op de dag van vandaag. En naar ons geloof zegt, tot aan het einde der tijden. Volgens mij is Pasen dan het best belangrijk feest. Pasen is het belangrijkste feest van de hele christenheid. Omdat, kijk eens naar de wereld op dit moment om je heen. We worden van alle kanten bestookt door ellende en door terreur. Denk maar aan de terreuraanslagen gisteren in Brussel. En Pasen, dat doet ons inzien dat door alle ellende heen, door alle terreur heen, er toch toekomst blijft voor de mensen. Dat zien we aan het sterven van Christus aan het kruis, in overgave aan God zijn Vader en in het vertrouwen dat God zijn Vader hem niet in de steek zou laten. En dat beseffen we op paasmorgen, in de paasnacht, wanneer, zoals het beeld het zegt, het verhaal het zegt, het graf open is en dat het teken ervan is dat de Heer is verrezen en een nieuwe toekomst is ingegaan. En die toekomst, die projecteert zich hier naar ons leven, hier en nu. Van dat we nooit hoeven te wanhopen en dat we voortdurend energie krijgen om tegen de ellende, tegen het lijden in, ons leven voort te zetten. Gedragen door de liefde die God ons geeft in Christus en de liefde die daardoor in onszelf wordt aangespoord en aangewakkerd. Ik wens u fijne Pasen. Dank u wel. Dank u.